Het leven van stadsschaapherder Willem Dijkema, zijn kudde en trouwe hond, gaat niet altijd over rozen. Nee, maar dan heb ik een trucje, want het zou hier ook werken. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want het is een schapenherdersgeheimje. Maar stel dat hier af en toe iemand, ik heb een schaap hier een week staan of twee weken, ja. Komt iedere keer daar vandaan iemand die laat zijn hond hieruit. Ja. En die hond gaat even lekker eromheen. Die heeft lekker gewerkt, die is moe, klaar, moet zijn, die kan wijzen vanaf het balkonnetje doen. Schapen zijn onrustig, worden helemaal gek. Moet ik ze uit het water halen. Dan kan ik die meneer netjes vragen om dat niet te doen. Maar in die film, hè? Al houden stadsschaapherders de kneepjes van het vak graag voor zichzelf. Dan moeten ze nu wat doen, de dagen er ook niet uit, want zijn moeders met kinderen, dus er wordt beschermd. Normaal zou een schaap in de kudde, die draait je om. En als een hond komt, gaat hij. Ja? Doe En wie zou niet zo'n trouwe vriend willen? Ik klopt.